was natuurlijk heel slecht. Hè. Tot 12, 1 uur zou het eigenlijk windstil blijven. En daarna zou wat wind komen. Nou, dat is ook perfect uitgekomen. We hebben toch wel eventjes liggen dobberen natuurlijk. We hebben dat gebruikt om eventjes wat te oefenen met licht weer. En dat kwam heel goed van pas later in de wedstrijd. Dus iedereen had er verschrikt veel zin in. Dat zagen we al. Dus we hebben uiteindelijk fantastische wedstrijden gehad. Ja, eigenlijk moeten we gewoon na 12 starten. Dat zeg ik altijd al. En het comité had gelukkig geen borreltijd om 5 uur. Maar die hadden echt de wens ook om 3 wedstrijden eruit te doen. En dat is perfect gelukt. Gelukkig iets later binnen, maar 3 prachtige wedstrijden gevaren vandaag. We dachten niet dat het erin zou zitten, maar we hebben echt fantastische wedstrijden. Die wind die ging op een gegeven moment 8 knopen toe, nee, zelfs 11 knopen op het eind. Dus we hebben een fantastische dag gehad. Dat hadden we niet verwacht. Gisteren en eergisteren, het leek alsof we de versnelling niet konden vinden in het bootje. Maar vanmorgen zijn we toch vroeg naar buiten gegaan, ondanks dat er nog geen wind was. Een paar oefenrondes gemaakt en toen kwamen we er eigenlijk al achter dat we toch iets moesten veranderen in de boot. En met name de settings van de verstaging en de mast hebben we veel losser gemaakt. Ja, en vandaag leek het wel alsof we vleugels hadden. De eerste wedstrijd ging goed. De tweede wedstrijd waren we echt helemaal verkeerd. Verkeerde kant en misschien is de stroom niet helemaal bekeken. Maar de derde wedstrijd was echt super, super, super mooi. Ik denk dat we goed gevaren hebben. We hebben een paar foutjes gemaakt, waardoor je dan toch weer wat achterop raakt. Maar we hebben ook weer goed kunnen maken in de wedstrijd. Al met al zijn wij heel tevreden over wat we gedaan hebben met de Scarpe. We hebben vandaag wel een goede tik uitgedeeld. Maar met de resultaten van gisteren en eergisteren zullen we geen Nederlands kampioen worden. Maar dat is ook niet onze intentie. Hè. Het hoofddoel voor ons is het wereldkampioenschap J111 in augustus in Engeland. En we willen zoveel mogelijk info en zoveel mogelijk trainen. En zeg maar dat we daar gaan winnen, dat is ons doel. We doen mee aan de verbondsbezem, de OEC. Maar we gaan dit jaar voor het eerst meedoen met de wereldkampioenschappen. En dat is eigenlijk meer om die ervaring op te doen en te proeven. En dan volgend jaar, dan willen we echt voor de hoofdprijs gaan in Nederland. Het is een lastige boot. Het is een hele lichte boot. Het ligt heel licht op het roer. En dan is het heel moeilijk om je snelheid vast te houden en de trim goed te hebben. Dus het is een boot die, als het gaat om die laatste procenten, dat is heel moeilijk om die snelheid te vinden. Maar als we hem eenmaal hebben, dan gaat hij als een tier. De verstaging staat veel losser dan gisteren. Mast die zwabbert eigenlijk wat meer, maar daardoor is alles wat losser, wat minder stijf en loopt het gewoon veel beter. En met name met weinig wind is dat blijkbaar heel belangrijk voor deze boot. De Soulmate blijft een geduchte concurrent. Het is een waanzinnig goed team, goede trim. En die zijn natuurlijk al in het verleden al een paar keer kampioen geweest. Dus dat blijft voor ons wel de referentie, zeg maar. Geen fouten maken. Nou, dat was allemaal gelukt. Jammer dat de GCO toch nog net iets eerder over de lijn kwam. Want nou krijg je misschien een beetje het gezeur van jullie zijn OEC gemeten en wij hebben klassenmeting. Maar we hebben toch prima gedaan. Ja, het was leuk om te zien dat de Moana meedeed uit Beskens. Dat is een boot die in het verleden echt heel goed gepresteerd heeft. Dat zagen we vandaag ook. Die hebben echt heel goed gevaren, ondanks het feit dat ze een hele zware boot hebben. Dus daar waren een paar geduchte tegenstanders. Dit had niemand verwacht, denk ik. Hier op de stijger staat, dat het toch zo'n leuke, zelfs een medium wedstrijdje is geworden. Dus ja, we zijn heel blij. We gaan lekker champagne halen en paaltje vieren als debutant op dit evenement.